we staan hier voor de machine die eigenlijk al die plastic bakken maakt. Wij maken hier het hele ding, dus ik het plastic gebeuren. En die maken we in de machine die ik helemaal zelf maken heb. Je kent het wel, maar dit is vroeger een AFC-container geweest. Die heb ik toen van Marktplaats helft voor €250. Daar is het eigenlijk mijn begonnen in heel. En daar zie je al hier malen die zitten op jermes. En door een roterende beweging wordt het materiaal verdeeld door de wanden. En in ovens wordt het dan verhit. Ik ken net alleen die kistenmeisje, daar heb ik meesten van nodig. En ik ben eerst eens begonnen met gewoon jeugd in het dorp. Maar dat voelde ontzettend oud. En ik heb nu al een meisje met een verstandelijke beperking. En die vinden dit machtig mooi werk. Ik stek een heel soort energie in de begeleiding van die jongens. Want als zulke jongens hier een keer goed het werk uitlijnen heeft en ze kennen het goed, dan heb ik natuurlijk trouwere medewerkers binnen. Die is ook klaar. Deze is ook klaar? Ja. Daar een kruisje ver. Ik ben zelf hobbymatig bezig als muzikant. En ik zeg wel in de muziekwereld, maar ook in de televisiewereld. Er worden een heel soort beschermkisten worden gebruikt voor de apparatuur en voor instrumenten. En ik dacht van, dat kan vast ik wel in een hele mooie kunststofkist. Nou ja, hier heb ik wel wat voorbeelden. Nou, dit is een hele mooie kist die heel vol volle trollen. Door de muziek meesten maken we hebben gedrukt. Je zit dan aan een mengtafel in voor bands en voor dat die man die gebruiken dit een heel soort. En hier is 4 size hier in. Toen werden we bellen. Je trok een hele aardige Limburger en die zei van wij doen het geluid voor een groep en die gaat de hele wereld over en. Wij willen die spullen willen we in kunststof. Wilt u die voor ons maken? Ja, zeker wel. Nou, moest ik direct een keer komen. Wij stonden op een camping. En ik zei tegen mijn vrouw, ik zei, wist wat, we gaan daar even zien. Maar dat die dus voor de andere jeugd. Binnen jou een 1000 poort? Nou ja, ik ben wel handig. Mijn computers en mijn machines. Ik ben wel creatief, ik kan wel ontwerpen en ik ben een beetje maar vooral ben ik ook wat handig. Dus ik ben wel van alle markten thuis. Je bent een super wat een Willy Wortel. Ja, ik ben ook wel wat een Willy Wortel, dat klopt. Ja, zo zie ik misschien ook wel wat uit. Deze machine slitten telkens de cirkelzagen, hardmetaal. Daar zit een diamantschijf op, zeg maar. Een kunstdiamant tegen een echt diamant, maar kunst. En daar kun je die dingen maar slitten. En toskje voor toskje wordt die slitten? Toskje voor toskje slitten, ja. Is dit jouw modernste apparaat? Dit is het modernste wat we hier hebben, ja. Ja. En wat heb je nog meer, Alger? Dan hebben we hier een ander model. Nou, dan hebben we daar een bank staan voor de messenbank, voor de vlakbank messen om te slijpen. De kerstvingers willen snijden. Nou, dan moet je erop blijven. Ik zou net aan de zit komen. Dat is een beetje scherp. Zullen we zo zetten? Dus je kan het zo gek net betinken of jou kan het sliepen? Nou, ja, een heer. Dat net een gek worden vertellen. Hoe
hoe lang zit je al in deze business? Ik zit er 40, bijna 40 jaar in. En het betreel bestaat als een zandig jaar eigenlijk door. 46 binnen man begonnen. En toen 16 is zandig jaar. Dus je hebt oernaam van twee man? Van twee man, Beestra en Koopstra. Heb je een foto van hen? Ja, dacht ik nog wel. Dat mag ik even hier zien. Ja. Ik had wat stoffen. Moet je even aan het doek. Dat weer Koopstra en dat weer Beestra. En dit weer de oude man die in de... Die had het bedrijf opzet. Ga je wat aan verhoren. Die machines zijn er net meer, die ik net meer, die ben er allemaal niet meer. En wanneer ging het warm hier dicht? 10 juni. Dan ging de machine kapot, de snitstaart en dan hoor ik op. Fiets kan dat je geen opvolger hebt? Ik vind het wel jammer. Even wel bezorgd, maar ja, het zit er net in. Nee. Zoon had een goede baan. Zwaarzoon had een goede baan. Ja, die wilde het net. Maar stel je nou mijn weemoed, de laatste, zagen te sliepen? Ja, weemoed denk ik dat het, maar... ja, het zal haast wel wennen, maar je mist iets. Je weet altijd eigen baas, je kon het doen. Wel werk je, maar ja, dat mis je haast. Wie het mooi werk? Ik vond het prachtig werk, ja. Ja, zeker. Ja, schitterend mooi.